Nederlands tafelzilver in die Kazan-kathedraal, zeg hè? Ik dacht Nederlands tafelzilver, ontvreemd, ja. Maar goed, die nieuwe image van de BVD, ook hard nodig... na die 9 jaar infiltratie bij de vredesbeweging met Flipje van Tiel. Bleek uit keurige mensen te bestaan, niks aan de hand. Dus het is wel leuk dat ze dat nu zo aanpakken. Ja, maar het belangrijkste nieuws van deze week en van de afgelopen maanden is natuurlijk... hoe krijgen we de deuren van Irak open? Daar gaat het om. Ja. Vandaag zijn ze weer even open gegaan. 14 Duitsers, 1 Belg. Ja. Maar nog steeds 100 Nederlandse baggeraars daar vast. En ging het maar zo makkelijk als met onze deuren. Hè? 1, druk op de knop. Woestijn hier zegt, jongens, kom eruit. Geen gezeur over of het een humanitaire missie is of een politieke missie. Dat onzinnige onderscheid ook. Waarmee bewezen is dat politiek niet humanitair is. Ja. Daar gaat het nu de hele tijd om. Maar toch is er nog een manier. Hè? Nog een manier? Nog een manier om die deuren open te krijgen. Een magische manier. Moet er zijn. New Age denken? Heeft ermee te maken. Transcendente meditatie of zo? Laat mij dit even uitwerken. Ja. En u weet toch wat die grote Amerikaanse waarde is die Amerika tot het beste land ter wereld maakt, hè? Dat is 20 miles per gallon. Welkom bij Kijk op de Week. Wat wij de afgelopen week hebben gemist, in al die discussies over de vierdaagse waar iedereen nu zo op tippelt, dat zijn de te verwachten problemen van de driedaagse vrijweek die het gevolg zullen zijn van die vierdaagse werkweek. Iedereen wil het eeuwige leven, maar de meeste mensen weten nu toch al nauwelijks wat ze moeten doen met hun vrije zaterdag en zondag. Zo is het toch? Moeten de cafés dan 3 nachten tot 5 uur open blijven? Niet aan denken. Gaat het bezoek aan al die braderieën, meubelshows, autotentoonstellingen, huishoudbeurzen, tropische zwemparadijzen, wildwaterbanen, niet ten koste van de volksgezondheid?